Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben weer lekker thuis van school. En ik ga nu even lekker koken. Dit is lang geleden dat ik heb gekookt, want ik moet eerlijk zeggen, ik krijg heel vaak bakjes mee van mijn moeder. Die ik dan gewoon in de vriezer schuif en dan kan ik die gewoon opwarmen en opeten. Dus het is best wel een tijdje terug dat ik echt zelf heb gekookt, maar dat ga ik nu doen. Ik ga spaghetti bolognese maken. Of spaghetti, ja, pasta. Weet nog niet of ik spaghetti of pasta ga eten. Dus dat ga ik nu lekker maken. Ik zal zo meteen even laten zien hoe het eruit ziet, als ik het niet vergeet. Nou, mijn eten is klaar. Ik ben zeer trots op mezelf. Helemaal goed gekookt. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En vandaag hebben we iets heel erg leuks te horen gekregen, of tenminste ik. We hebben dus toch een dubbelcast gekregen in de eindvoorstelling. En dat betekent dat ik toch nog een rol heb gekregen die ik twee voorstellingen van de vier voorstellingen gaan spelen. En daar ben ik echt super blij mee, want nu kan ik tenminste nog wat leren deze periode. En dat is gewoon heel erg fijn. Dus dat is heel erg leuk. Dat betekent wel dat ik dit hele weekend heel hard teksten mag gaan leren, want dat is best wel een rol met best wel wat tekst. Dus dat wordt wel lekker veel leren, want volgende week moeten we het in principe gewoon uit ons hoofd kennen, zodat we meteen kunnen beginnen met repeteren. Maar goed, dat gaat goed komen. Ik ga zo meteen even een video opnemen en dan heb ik straks om 1:30 nog zangles op school. En dan moet ik nog eventjes naar onze regisseur om even te bespreken. Dus dat is fijn. Ik ga nu even een video opnemen. Goedenavond. Zoals je ziet zie ik er niet normaal uit. Ik heb vanavond een feestje. En het is, ja, weet je wat? Raad het thema is. Raad het is. Misschien glitter? Ja, het is dus een glitterfeestje. Superleuk. Er komen volgens mij echt best wel veel mensen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb wel zin in een feestje. Ik moet wel een beetje rustig aandoen. En ook wel gewoon een beetje op tijd naar huis gaan. Maar mij kennende ga ik dat toch wel doen. Ik kom vooral gewoon lekker voor de gezelligheid. En ja. Ik heb allemaal glitters op mijn hoofd geflikkerd. Zoals je ziet. Het zit ook op mijn ogen. En dan heb ik mijn pakje aan. Ik zal het even in de spiegel laten zien. Dit pakje heb ik dus aan. Ja, meer glitter kan je niet hebben dan dit. Dus dat is heel erg nice. Ik vind dit pakje echt heel erg tof. En dan heb ik ook nog een glitter scrunchie in mijn haar. Ook heel leuk. En dan moet ik alleen nog even schoenen uitkiezen. En ik heb dus glitterlaarsjes, maar dat zijn hakken. En ik denk niet dat ik het daarop ga volhouden, maar die zijn wel heel tof. Oké, dit zijn dus de glitterlaarsjes. En ik denk op zich dat ik het hier wel op ga volhouden. Want ze zijn niet heel hoog. Dus dat, ja, dat moet kunnen. Kijk. Het is lekker glitterig. Ik weet niet of ik het alleen per se nou zo leuk vind staan bij het pakje. Omdat het zo breekt met dat zwart, snap je? Hoi allemaal. Het is officieel al donderdag. Maar goed, we doen nog even net alsof het woensdag is. Het is namelijk al over 12. Ik heb vandaag de hele dag niet gevlogd. Ik was vrij vandaag en ik heb thuis gezeten. Ik heb met een vriendin afgesproken. En ik heb gewoon niet gevlogd vandaag. En ik ben ook vanavond naar Aladdin geweest, de film. En het was echt fantastisch. Het is echt een aanrader. Aladdin is echt helemaal niet mijn favoriete Disney film. Dus daarom had ik ook eigenlijk niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Maar het is echt een hele toffe film. Ze hebben hem echt... Disney heeft weer hard hun best gedaan. Het was echt, echt heel erg goed. Ik zou zo nog een keer gaan. Zo leuk vond ik hem. Dus dat was heel erg leuk. Maar dat wilde ik toch nog even melden. en toch nog even wat vloggen. Want dat is toch wel leuk. Nu ga ik even lekker nog Netflixen en dan ga ik snel slapen. Het is namelijk al 11:50, dus niet te lang meer. En morgen ga ik lekker naar huis. En daar heb ik zin in. Even lekker vier dagjes thuis. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben weer met mama. Weer lekker thuis. En we gaan nu even naar de IKEA toe, want die is open op Hemelvaartsdag. Dus. En ja, aangezien ik deze zomer ga verhuizen, wil ik even wat inspiratie opdoen. En het is altijd leuk om naar de IKEA te gaan, dus dat gaan we doen. Hé, mam? Ja. Vind je het ook leuk? Ik vind het enig. Let's go. En wil je nog meer vertellen? Jij gaat rijden. Zei je dat al? Ik ga rijden.
Zo, mam, dikke billen in beeld. Nou, mama heeft een nieuwe bed gevonden. Ik heb weinig ruimte. Pas precies, kijk. Als je er nou twee neemt. Hey? Mam, dan kan er nooit een vriend bij me slapen, want die zijn allemaal te lang. Kijk, die kunnen hun voeten er doorheen stoppen. Ja, ik dacht zeg maar dat ik nog niks zou kopen. Een beetje mislukt, hè, mam? Ja, we moeten in de andere ruimte. Oké, ik kom eraan. Goedenavond, ik ben weer lekker in mijn kamertje bij mama thuis. Ik heb vandaag dus echt meer gekocht voor mijn nieuwe kamer dan ik eigenlijk zelf had gedacht. Maar je moet ook niet naar de IKEA gaan, want met lege handen weggaan bij de IKEA, dat zit er gewoon niet in. Want ik dacht eigenlijk dat ik alleen maar een beetje inspiratie zou opdoen. Maar ondertussen heb ik gewoon al mijn halve inboedel gekocht. Het is echt ongelooflijk. Overigens, ik heb mijn kamer nog niet, maar ik heb nu gereageerd en ik sta op nummer 1. En morgen sluit de reageerding. Dus het is ja, eigenlijk bijna zeker dat ik deze kamer heb. En ik ben al een keer bij deze kamer geweest kijken, of tenminste bij dit gebouw. Omdat een vriendin van mij daar woont en het is echt super chill. Dus ja, het is alleen even afwachten of deze kamer dan ook gewoon netjes eruit ziet en zo. Maar waarschijnlijk wel, dus dat komt allemaal goed. Maar ja, in ieder geval zijn gewoon een aantal dingen waarvan ik zeker weet dat ik die nodig ga hebben. Omdat ik die nu nog niet heb. Dus vandaar, ik heb nu bijvoorbeeld een eettafel gekocht met stoelen. Want ja, dat heb ik gewoon nodig. Want die we nu hebben staan, die is van Soraya. Dus die kan ik niet meenemen. Ik heb ook een tv-kastje gekocht, die heb ik ook nodig. Ik ben alweer eens kijken voor een bank. Dat komt ook helemaal goed. Ik ga er nog niet te veel over vertellen, want ik weet zelf ook allemaal niet. En ik heb een kast gescoord waar ik mijn kleding in kwijt kan. Goed, in ieder geval. Ik heb dus ook nog een pakketje hier liggen. Hier is hij. Dus die wil ik even openmaken met jullie. Ik kan alleen niet zo hard praten, want het is heel erg laat. En mijn moeder ligt in bed. En moet ook altijd een beetje zachtjes doen voor de buren rond dit tijdstip. Het is trouwens weer een pakketje van Shein. Ik heb daar een tijdje niks meer besteld, maar nu weer wel. En ik weet niet meer wat ik heb besteld. Dus dat is altijd spannend. Oké, dit is een kort broekje. Zo. Of andersom. Ik weet het echt niet. Zo, denk ik. En dan zit er ook een touwtje bij. Dus die bind je dan om je middel. Dan kan je gewoon hier door van die lusjes doen. Ik ben benieuwd hoe die staat. Ik hoop niet dat die niet te lang is. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar ik vind hem wel erg leuk. Ik vind die streepjes heel erg leuk. En de kleur, ja. Vind ik erg leuk. Oh, en dan heb ik nog een kort broekje. Waarom heb ik allemaal korte broekjes uitgekozen? Maar ja, het is wel chill voor op vakantie. Deze, lekker tijgerprintje. Hij is lekker stretchy, dus daar pas ik wel in. Ja, heel erg blij mee wel eigenlijk. En dan heb ik ook nog een jurkje gekocht. En dit is niet echt een jurkje die ik heel snel zou uitkiezen. Maar ik vond hem op de website best wel mooi eruit zien. En ik dacht, misschien is dit wel gewoon een heel mooi avondjurkje. Ook voor op vakantie, maar ook voor andere gelegenheden. Is deze. Hij is rood met kant. En ja, ik weet niet. Zoals ik al zei, ik zou dit eigenlijk niet zo heel snel kiezen. Maar ik vond het op de site er heel mooi uitzien. Dus ik dacht, het is het proberen waard. Oké. Ja, het is even wennen. Maar ik denk wel dat ik het mooi vind. Het is wel heel vrouwelijk hier met die off-shoulder. En ja, ik vind het denk ik wel heel erg mooi. Wat vinden jullie? Let me know. Ja, het is even wennen, want ik ben het niet zo gewend bij mezelf. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Zo, ik kom net terug uit de douche. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Dus, slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Zo, ik ben echt de dagen kwijt. Ik wilde bijna zeggen zaterdag of zondag. Maar het is vrijdag vandaag. En ik ga straks naar een vriendinnetje toe in Haarlem. En ik heb haar echt al bijna een jaar niet gezien. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Vanavond ga ik uit eten in Amsterdam met een vriend van mij die ik al bijna, nou ik denk echt al 2 jaar niet heb gezien. Daar ben ik echt heel erg excited voor. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik hem weer ga zien. Want dat is echt zo lang geleden. En ja. Ja, echt heel erg leuk om hem weer te zien vandaag. Ik denk niet dat ik ga vloggen omdat het allebei... Ik heb hun allebei al heel erg lang niet gezien. En dan wil ik eigenlijk gewoon even lekker van het moment genieten. Ik hoop dat jullie dat snappen. En niet gaan vloggen. Ik denk ook niet dat het heel boeiend is voor jullie om iets te vloggen. Nou, wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit jurkje aan van My Jewelry. Die heb ik net nieuw gekregen.
En ik vind hem erg leuk. Het is wel heftig, want het is een en al panterprint. Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind het model heel leuk. En qua lengte vind ik hem heel fijn. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens aan. En ik ga het er vandaag op wagen om met blote benen te gaan. Het wordt namelijk 17, 18 graden. Dus ik denk wel dat het moet kunnen. Dus ja, dit is de outfit. Ik heb trouwens ook een nieuw kettingje van My Jewelry. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Oké, dit is hem. Ik ben er echt heel erg blij mee. Er staat een roosje op, zoals je ziet. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En hij matcht bij mijn andere ketting. Deze is ook van My Jewelry, behalve dan dat bedeltje. Die is van mijn oma. Maar de ketting zelf is ook van My Jewelry. Dus daarom is het lekker matchend. Goedemorgen, het is vandaag, zaterdag. Ik heb net een kast opgehaald via Marktplaats. Het is een kast die ik bij de IKEA had gezien, die ik heel graag wil voor mijn nieuwe kamer. Die hebben we nu via Marktplaats gekocht. En die gaan we nu eventjes in de schuur zetten. En dan gaan we zo meteen naar de Kringloop en naar Amsterdam. Ja, dit is hoe de auto er nu uitziet. We zaten net echt helemaal ingebouwd daar. Ik heb echt nog nooit zo kut gezeten in de auto. Maar de auto zit helemaal volgbaar met dozen en dingen voor in mijn nieuwe kamer. Dus het is echt, het is wat. Zo, we zijn in de Kringloop en zo qua meubels is niks leuks beneden. Dus het is een beetje jammer. Ik ben nu even bij de kleding aan het kijken, maar ik merk dat ik er niet echt zin in heb. Soms heb je dat, want ik bedoel... Bij de Kringloop moet je gewoon wel goed zoeken om iets te vinden. En ik ben niet zo in de mood eigenlijk, merk ik. Is dit niet zeg maar dat programma op Zapp, de beste vriendenquiz? Nou, iemand wilde zijn vestje niet meer hebben. Heel jammer. Nou, we zijn nu onderweg naar de tweede Kringloop. Er was net echt niks leuks te vinden. Het was heel, zelfs niet bij de kleding, hè mam? Nee. Er was niet zoveel leuks. Dus we zijn nu bij Kringloop nummer 2. Gaan we eens kijken of we hier wel iets vinden. Nou, het is niet echt onze geluksdag vandaag. Maar bij deze Kringloop hadden ze ook niks. Zo, ik ben inmiddels in de stad en ik ben bij de Poel & Bear. En ik heb heel wat items. Dus ik dacht, laat ik gewoon even snel een pashokje shoplog doen. Voor in de vlog. Helemaal leuk. Oké, dit is het eerste wat ik aan heb. Ik vind dit topje echt heel erg cute. Ook zo dat mijn kettingjes zeg maar zo mooi uitkomen. En hij is cropped, maar echt perfect voor mijn mom jeans. Ik heb deze mom jeans even aan. Ze maat te groot. Maar die had ik gewoon even gepakt, zodat ik die topjes kan passen. Dus vandaar. Het is hier trouwens echt heel donker. Maar goed, ik vind deze echt heel erg leuk. Ik heb nu dit topje aan en die vind ik wel echt heel erg cute. Die is echt heel erg leuk. Gaan we nu even aan mama laten zien. Wat vinden we hiervan? Ja. Ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik vind het echt leuker dan die witte. Ja? Denk ik. Als je zou moeten kiezen. Ja. Ja, misschien wel. Ja. Nou, dan heb ik hem ook in het wit aan, maar dat vind ik... Nee. Echt heel saai. Nou, ik heb nu dit groene pakje aan en... Ik vind het zeg maar niet stom, maar ik vind het ook niet heel leuk. En... Nee. Nou, en ik heb nu dit jurkje aan en ik had het zien hangen en toen dacht ik, ja, leuk. Maar nu heb ik hem aan en nu denk ik, nee. Ik vind hem gewoon niet bijzonder. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb dus uiteindelijk nog echt wel een hele leuke outfit geshopt. Ik heb het weer aan. Ja, er is een rip uit mijn lijf gegaan. Maar ik heb een Levi's broek gekocht. Ik wilde dus echt al heel erg lang een Levi's broek en ik heb het nu gekocht. Ik ga het even laten zien. Oké, dit is hem. Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo mooi. Het is echt, ja, het was echt een rip uit mijn lijf. 100 euro, maar het is het waard. Kijk hoe mooi die is. Oh. Ik ben er echt heel blij mee. En dit shirtje heb ik uiteindelijk gekocht bij de Poel & Bear. En nu ga ik met mama en mijn broertje naar Rocketman, de film. Dus doei, ik moet snel gaan, want anders komen we te laat. Haha. Hoi, het is vandaag zondag en ik ben een beetje dom geweest, want ik heb mijn camera nu net in de auto laten liggen. Maar ik ben op het strand, of nou nog niet, ik ben op de parkeerplaats van het strand. Maar we gaan lekker naar het strand, want het is heerlijk mooi weer. En...
heb er zin in. Ik vind dit erg fijn, erg prettig. Echt heel lekker. Eventjes bruin worden. Het is inmiddels 6 uur. Ik ga over een uurtje ongeveer naar Tilburg. En nu nog eventjes lekker op het strand. En het is nu wel een beetje wat gaan waaien, maar dat is echt heerlijk, want het was wel echt heel heet. Ik ga nu even met mijn voeten in de zee, wat best wel koud is, dus.